Concept plantenbeschermingswet besproken met relevante actoren. Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij is sinds enkele weken bezig een actieplan uit te voeren, zodat Suriname kan voldoen aan de internationale standaarden op het gebied van veilige voedselproductie. Een belangrijk onderdeel hierbij is het juridisch kader. In opdracht van de minister van LVV, Rabin Parmisser, wordt thans door deskundigen van het ministerie en de relevante actoren gewerkt aan de modernisering van de wet en regelgeving hieromtrent. De oude plantenbeschermingswet uit 1965 dient te worden vervangen, waarbij een sterke verankering plaatsvindt van veilig voedsel voor de consument. Het importeren van voedingswaren wordt aan strenge fytosanitaire eisen gesteld, als ook de export van landbouwproducten. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.